Op dit YouTube-kanaal hebben we het vaak over beleggen, omdat dat kan bijdragen aan een financieel onafhankelijke toekomst. Maar er zijn ook zeker redenen om niet te beleggen. Misschien is het wel niks voor jou, of is het niet het juiste moment. Zo heb ik 7 redenen om niet te beleggen, die ik in deze video wil gaan bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken waarom je juist niet zou willen beleggen. Nou, we gaan zoals gezegd 7 punten bespreken. En ben je nou aan het einde van deze video, heb je alle punten gehad en blijkt nou dat het niet voor jou van toepassing is, dan is het dus zomaar mogelijk dat je de keuze kunt maken om te beginnen met beleggen. Ook dan geef je nog wat tips. Maar laten we eerst beginnen met de eerste reden om niet te beleggen. En dat is dat je geen buffer hebt. En als ik zeg dat je geen buffer hebt, dan bedoel ik in ieder geval dat je of geen hebt of nog niet voldoende. Want zoals we altijd zeggen, je gaat beleggen met geld wat je kunt missen. Want het kan ook altijd zomaar misgaan met beleggen. Er zijn risico's aan verbonden. Dus je wilt geld investeren, beleggen in ieder geval wat je op de korte termijn zeker niet nodig hebt. En daarom raad ik altijd een buffer aan van 3 tot 6 maanden aan onkosten. Altijd als voorbeeld pak ik 1500 euro aan kosten in de maand. Zorg dan dat je in dit geval zeg maar 6 maanden, 6 keer 1500 euro, dus zeg maar 9000 euro op een spaarrekening apart hebt staan. Mocht er nou iets gebeuren, zoals bijvoorbeeld dat je je baan kwijtraakt, nou, dan heb je in ieder geval niet de noodzaak om je beleggingen te verkopen. Want dat zou vervelend zijn als ze net op dat moment in de min staan. Dus zorg voor een buffer, het geeft wat rust. Zorg dat je je beleggingen kunt blijven doen. En je kunt in ieder geval minstens 6 maanden vooruit. Een tweede reden om niet te gaan beleggen is dat je binnenkort gaat verhuizen. En met binnenkort bedoel ik de komende 3 tot 5 jaar. Want zelfs als je dat van plan bent, of je nou gaat kopen of je gaat huren, dat maakt eigenlijk niet uit. In beide gevallen heb je gewoon geld nodig. En zeker tegenwoordig als je gaat kopen, heb je zelf veel eigen geld nodig. Dat kan zomaar 20.000, 30.000 euro zijn die je nodig hebt, omdat je gewoon nog maar 100% kunt lenen van het bedrag wat het waard is. Dan komen alle onkosten nog bij. Vaak zul je nog wat dingen willen veranderen, nieuwe dingen willen kopen. Nou, dan heb je dus sowieso, ben je vrij snel door die 20.000 of 30.000 euro heen. Dus het is zeker van belang dat je dan ook gaat focussen. Zorg dat je gaat sparen op de dingen die nodig zijn. Dat je je huis kunt kopen, want daar kun je ook vermogen mee opbouwen. En dat je pas op een later moment gaat beleggen. En dit alles heeft natuurlijk mee te maken dat je wilt voorkomen dat je uiteindelijk je interieur moet gaan leasen. Want steeds meer dingen, het wordt steeds vaker aangeboden, laat ik het zo zeggen. Of je nou je meubels wilt kopen, of je bed, of je beddengoed, weet ik allemaal wat je tegenwoordig kunt leasen. Dat wil je voorkomen, want geld lenen, daar staan hoge rentepercentages tegenover. Dus zorg dat je het geld hebt om het huis te kopen, want zoals gezegd, ook daar kun je vermogen mee opbouwen. Een derde reden om niet te beleggen is als je snel geld wilt verdienen. Want op ons kanaal richten we ons eigenlijk voor de lange termijn. We richten ons op ETF's, op indexfondsen. En dat je door maandelijks periodiek in te leggen uiteindelijk een vermogen opbouwt. En dat dus door middel van passief beleggen. Dus eigenlijk 1 keer in de maand, misschien 5-10 minuten eigenlijk moet je eraan kwijt kunnen zijn. Meer niet. En dan heb je beleggingen voor de hele maand weer gedaan. Nou, als je nou iemand bent die snel geld wil verdienen, jij wilt de markt verslaan, dan is waarschijnlijk beleggen niet voor je. Ja, niet voor jou zou ik zeggen, omdat het gewoon heel erg moeilijk is om de markt te verslaan, zo niet bijna onmogelijk. En dan heb ik het zeker voor jou als beginner of misschien parttimer die er elke dag een uur mee bezig is. Ja, dan haal je het waarschijnlijk niet, want zelfs mensen die er fulltime mee bezig zijn, die zijn werk is zeg maar om aandelen te kopen en verkopen, analyseren, noem het maar op. Zelfs die mensen, 90, 95% van de mensen op lange termijn verslaat de markt gewoon niet. Dus waarom zou je dan al die moeite en kosten erin willen steken? En natuurlijk kun je wel geld verdienen of geld zelfs verdubbelen op korte termijn op de beurs. Maar dat is vaak meer geluk en aan de ene kant ook risico nemen. Natuurlijk kun je bedrijven investeren waar je in gelooft. Zo'n bedrijf als ik heb Tesla, dat kan zomaar verdubbelen het komende jaar. Het kan zomaar ook halveren het komende jaar. Dus daar zit het risico aan verbonden. Dus het is zeker geen zekerheid dat je op korte termijn je geld kunt verdienen. Het zou wel kunnen, maar als beginner of parttimer ben je vaak niet in de mogelijkheid om alles bij te houden, de juiste keuzes te maken. Dus richt je dan vooral op passief beleggen. Nummer 4 is ook een zeer belangrijke, en dat is dat je geen abonnee bent van dit kanaal of deze video nog niet hebt geliked. Want natuurlijk op die manier blijf je niet op de hoogte van al die informatie die je nodig hebt. Maar dat is natuurlijk een geintje, want zoals gezegd, wij richten ons vooral op passief beleggen. Maar het is zeker wel aan te raden als dit een leuk onderwerp is voor jou waar je meer wilt doen. Zoals gezegd, hieronder te abonneren. Maar dan gaan we nou naar de echte nummer 5 door. En dat is dat je eigenlijk een te korte horizon hebt. Je wil dus eigenlijk beleggen voor de lange termijn. Dit heeft ermee te maken dat historisch gezien,
Als je langer dan 13 jaar in aandelen zit, je eigenlijk altijd positief rendement hebt. Want je kunt natuurlijk te maken hebben met een crisis, dat op korte termijn je geld misschien wel halveert. Als we voor een lange termijn, dus 15 jaar of langer gaan, dan is dat eigenlijk dat risico historisch gezien niet voorgekomen en kom je dus altijd positief uit. Dus daarom is het altijd aan te raden, wil je geld verdienen en door middel van beleggen dus, zorg dan dat je een lange horizon hebt, in ieder geval 15 jaar. En hoe langer eigenlijk hoe beter, of eerder andersom gezegd, hoe eerder je begint, hoe beter, want dan kun je vaak door de jaren heen rente op rente effect krijgen, samengestelde interest, en dan neemt je vermogen sowieso snel toe. Dus plan bijvoorbeeld 15 jaar of langer vooruit, want je wilt niet een crisis meemaken en net daarna je geld nodig hebben, want dan zou het dus zomaar gezegd kunnen zijn dat je de helft van je geld in één keer kwijt bent. Als je de mogelijkheid hebt om langer te blijven zitten, zal het wel weer toenemen. Dus zorg ervoor dat je voor een langere tijd doet, dat je ook weer kunt herstellen van een eventuele crisis. Want anders, als dat niet het geval is, is het dus niet verstandig om te gaan beleggen. Een vijfde reden om niet te gaan beleggen is dat je nog schulden hebt. En dan bedoelen we natuurlijk geen hypotheekschuld, maar alle andere vormen van schuld. Studieschuld, ook al is dat bijvoorbeeld 0%. Maar zeker ook andere schulden op dingen op afbetaling, zoals gezegd, waar hoge rentes tegenover staan. Dit is omdat je dan een goede basis hebt. Je bent schuldenvrij, je hebt geen betalingsverplichtingen meer eigenlijk. En je kunt je dus focussen op geld verdienen. Mocht nou een keer tegen zitten op de beurs, zoals gezegd, je hebt geen betalingsverplichtingen, dus er hoeft niet per se geld binnen te komen om iets te betalen. Je kunt je echt richten voor de lange termijn. En juist als je je schuld hebt afbetaald, heb je dus elke maand in principe meer te besteden. Want wat je eerst zou gebruiken om bijvoorbeeld de studieschuld van 0% in mijn geval, of andere schulden af te betalen, dat geld kun je dus nu gebruiken om elke maand weer extra te beleggen. Dus het geeft ook een beetje meer ruimte eigenlijk. Meer ruimte om te gaan beleggen, meer ruimte om te investeren voor de lange termijn. Dus zolang je nog schulden hebt, zou ik in ieder geval aanraden zeker dat eerst af te betalen en daarna te focussen op beleggen. En het zevende punt van deze video en het laatste punt, maar wel een heel erg belangrijke, is dat je niet moet gaan beleggen als je zeker niet om kunt gaan met tijdelijke grote verliezen. Dit is eigenlijk heel makkelijk te voorkomen door te zorgen dat je kennis hebt. Nou, kennis kun je krijgen door het vaak te doen, door mijn YouTube kanaal te volgen of het nieuws te kijken. Maar die kennis zorgt ervoor dat je op bepaalde momenten juist rust kunt behouden eigenlijk, omdat je weet dat je het voor de lange termijn doet en dat op de lange termijn, historisch gezien, hebben we het weer alles wel goed weer komt. Want als je deze kennis hebt, zoals gezegd, hou je je rust. Dus wanneer er een crisis aankomt, weet je dat je over 5 jaar, over 10 jaar hier weer van herstel bent. En dat je ook de ruimte hebt om hiervan te herstellen. Dus ben je niet in de veronderstelling om het snel te moeten verkopen, terwijl aandelen in de min gaan. Op dat soort momenten van een dip of een crisis hou je juist je aandelen vast, ook al staan ze in de min. Jij richt je op de lange termijn en je weet dat je zult herstellen. En juist daar gaat het voor de meeste mensen mis. Tijdens goede momenten, het veel goed positief nieuws. Ook banken doen het op dit moment bijvoorbeeld. Of brokers gaan gewoon veel aankondigen van beleg je geld. Nou, waarom is dat? Ten eerste hebben we de laatste jaren goede resultaten gehaald. Mensen hebben waarschijnlijk wel geld te besteden, want ze hebben vaak allemaal nog wel een baan in deze tijden. En we zien vaak positief nieuws over deze rendementen. En misschien zelfs wel negatief nieuws over je pensioen. Dus misschien denk je van, oh, kan ik op die manier nog wel een beetje extra voor mijn eigen pensioen zorgen? Maar dat zijn dus op de goede momenten, een moment waarop we eigenlijk nu ook zitten. Maar waar het dan vaak misgaat is als deze mensen die eigenlijk weinig kennis hebben en snel reageren, omdat andere mensen het ook doen bijvoorbeeld. Op het moment dat het in één keer minder gaat en ze 10% op korte tijd verliezen, snel zijn aandelen proberen te verkopen. Nou, voordat dat lukt, ben je misschien weer een dag verder in een crisis en is het al 20% verlies. Je blijft dus met een verlies zitten van 20%. Een heel nare ervaring. En je gaat dus eigenlijk in de toekomst niet opnieuw beleggen, want je zegt van ja, dat is alleen voor de echte rijken, mensen die er heel te veel mee bezig zijn en ik heb alleen maar een verlies. En ik denk dat daar juist de meeste mensen de fout maken. Een fout omdat ze niet over de juiste kennis beschikken. Ze weten niet hoe crisissen ontstaan en hoe ze daarna weer uitkomen. Want juist tijdens zo'n moment van een dipje of een crisis zijn eigenlijk de beste momenten om te investeren. Alles is dan relatief goedkoop, zoals we het kunnen zeggen. Misschien gaat het aandeel wel met 50% onderuit en kun je dus voor hetzelfde geld op dat moment in één keer 2 aandelen kopen. Als je dan juist geld achter de hand hebt, kun je maandelijks geld inleggen en juist dus profiteren van die lage kosten, lage koersen. Die kennis zorgt er dus voor dat jij je rust behoudt, dat je weet wat je moet doen, dat je zelfs kunt profiteren, zoals gezegd, van die lage prijs, omdat je weet dat je op de lange termijn richt, dat het vaak op lange termijn wel weer gaat stijgen, dat je dus positief uitkomt en dat je dus juist op dat soort momenten kansen kunt benutten. Nou, dat is eigenlijk het hele idee achter mijn YouTube kanaal. Ik probeer juist die kennis via video's, maar ook via mijn blog over te brengen naar jullie, dat jullie de juiste keuzes kunnen maken of misschien zelfs sommige keuzes niet maken en dan vooral dus verkopen op het moment dat het wat minder gaat.
en zijn deze punten nou niet op jou van toepassing, nou, dan is het dus zomaar een goed moment om misschien wel te beginnen met beleggen als je dat nog niet hebt gedaan. Onder deze video vind je een paar brokers die ik aanraad, waaronder Bink Forward, FlatEx en De Giro. Dus als je wilt beginnen, kijk de links onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb jij ook nog tips voor mensen om niet te beleggen of juist wel te beleggen? Laat dat weten onder deze video en daar kun je natuurlijk ook terecht voor vragen, antwoorden, opmerkingen, noem het allemaal maar op. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef een duimpje omlaag en laat onder deze video weten wat je goed vond, wat je minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar een volgende video. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje, dan krijg je altijd een notificatie als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik jou graag in de volgende video terug.